En een dobbelsteen is een ideaal voorbeeld voor het uitleggen van kans. Maar is het wel representatief voor al die problemen waar we een kansuitspraak over willen doen? Met een muntstuk gooien, perfect, 50-50, heel makkelijk te bepalen dat de kans een half is op kop en een half is op munt. Maar hoe zit dat nou bij ingewikkeldere problemen, zoals bijvoorbeeld een uitspraak over de kans op zon vanmorgen of neerslag voor volgende week, of de kans wanneer ik een punaise laat vallen? Dat hij met zijn punt naar beneden valt of met zijn punt omhoog. Hoe zit het daarmee? Want daar kan je eigenlijk van tevoren niet een uitspraak doen over wat de kans is dat iets voorkomt. In deze video gaan we het hebben over theoretische en empirische kansen. Juist dat verschil tussen die twee soorten groepen van kansen. En wat empirisch dan empirisch precies is, daar komen we zo meteen op terug. Laten we eerst even terug naar de basis, de dobbelsteen. Danielle gooit met een dobbelsteen. Wat is nu de kans dat zij vijf ogen gooit? Nou, de kans op vijf ogen weten we inmiddels, dat is 1 op de 6, kortom een zesde. Nou, en omdat we van tevoren kunnen zeggen wat de kans op deze gebeurtenis is... noemen we dit ook wel een theoretische kans of een a priori kans van prior, van tevoren. Maar ja, als we nu 60 keer met een dobbelsteen gaan gooien... Hoeveel vijven verwacht je hier dan bij? 60 keer gooien. Welke mogelijkheden hebben we? We kunnen de mogelijkheden 1 tot en met 6 gooien. Nou, en we verwachten dat dat natuurlijk mooi verdeeld is. Dus 10 keer een 1, 10 keer een 2, 10 keer een 3, 10 keer een 4, 10 keer een 5, 10 keer een 6. Maar is de werkelijkheid gelijk aan de verwachting? Nou, wanneer we hier eens een grafiek van tekenen en we gaan eens gewoon wat meetgegevens hierin zetten. Dan kunnen we hier de frequentie, dus het aantal keer dat we een getal gooien, als we dat delen door het totaal aan te worpen, dan kunnen we hier heel mooi de relatieve frequentie uitzetten. Dus frequentie gedeeld door het aantal worpen is de relatieve frequentie. Nou, gooien we dus 10 keer in 1 in 60 geworpen, dan is dus de relatieve frequentie 10 gedeeld door 60. Dus 10 zestigste, dus een zesde. Dus we verwachten eigenlijk dat. De relatieve frequentie, dus eigenlijk niet meer de kans, want dan is het al gebeurd. Hè, dus dan De kans is verdwenen, ik bedoel, het is werkelijkheid geworden. Is dus een zesde, de relatieve frequentie voor 1, voor 2, voor 3, voor 4, voor 5 en voor 6. Dat is wat we verwachten. Ja, is dat eigenlijk wel de werkelijkheid? Want wanneer we 60 worpen gaan maken, dan blijkt dat dat helemaal niet het geval hoeft te zijn. Het kan best zijn dat je bepaalde getallen juist veel meer gooit en sommige juist veel minder. Zo zie je dat de 3 maar 3 keer gegooid wordt, maar dat de 1 zelfs 16 keer gegooid wordt. En wat nu wanneer we dat nog eens een keer 10 keer zoveel maken. We gaan 600 keer zoveel gooien. Nou, je ziet langzamerhand, nou, hoe meer keer je gooit, hoe meer dit eigenlijk de relatieve frequentie in de buurt van die 1 zesde komt. Dus die verschillen die in het begin heel groot waren, die worden op een gegeven moment steeds minder. In nou, het grote aantal worpen, dat noemen we ook wel de wet van de grote getallen. Nou, wat zegt nou die wet van die grote getallen? Dat we, naarmate we gewoon een hele grote hoeveelheid experimenten uitvoeren, of het experiment herhalen, blijkt dus dat de relatieve frequentie steeds meer naar de kans toe gaat. Wanneer we dus een experiment heel vaak herhalen, komt de relatieve frequentie steeds dichter in de buurt van de kans op die gebeurtenis. En dit is heel interessant, want wanneer we dus niet een theoretische kans kunnen bepalen, dan kunnen we dus eigenlijk het experiment heel vaak herhalen en daaruit eigenlijk een kans afleiden om over een experiment in de toekomst een uitspraak te doen, een verwachting, een kans te berekenen. Nou, laten we het even concreet maken: laten we een experiment bekijken, namelijk met een punaise. En we gooien met die punaise. Ja, op hoeveel manieren kan de punaise bij een worp op de grond terechtkomen? Nou, we zeiden het al in het begin, er zijn eigenlijk twee manieren. We kunnen namelijk de kans hebben dat de punt omlaag valt, en we kunnen de kans hebben dat de punt omhoog valt. Dat zijn eigenlijk de twee mogelijkheden: punt omlaag en punt omhoog. Maar ja, is dit wel 50-50? Want wanneer lekker het puntje omlaag ligt, ja, dan, dan ligt hij al heel erg lekker, die punaise. zwaartepunt ligt wat lager. Dus het zal waarschijnlijk zijn, nou ja, we willen altijd zo dicht mogelijk bij de grond zitten. Misschien de punaise ook wel. Dus het kan best zijn dat dat de situatie die is die overheerst. Het hoeft hier niet te zijn dat het allebei 50 om 50 procent is. Het is allebei een halve en een halve kans. Maar het kan best zijn dat het ook wel 40 om 60 is, of 30 om 70. In dit geval zouden we dus de kans kunnen gaan bepalen met de wet van de grote getallen. Dus door dit experiment gewoon heel veel, heel vaak uit te voeren. Nou, en wat blijkt? Hoe groot is nou de kans op de punt omhoog? Nou, hoe vaak je dit herhaalt, we kunnen dus geen theoretische kans hier bepalen. Door dit experiment heel vaak uit te voeren kun je met behulp van de relatieve frequentie de empirische kans berekenen. Want die relatieve frequentie die gaat op een gegeven moment die kans van de gebeurtenis benaderen. Dus gewoon heel veel uitvoeren en dan krijgen we dus een empirische kans. Nou, een empirische kans is een ander woord voor dat de kans op waarheid gebaseerd is. Nou, wat blijkt als je deze heel veel uitvoert, dan krijg je namelijk dat de kans met de punt omhoog ongeveer in de buurt zit van 0,58, kortom 58%. Nou, dit was het stukje over kansen. Die op waarheid gebaseerd zijn. Dus de waarheid. En dat je dat gebruikt om een uitspraak te gaan doen over de toekomst. En in de volgende video gaan we het hebben over voorwaardelijke kansen. Dus ik zie je in de volgende video.